En jullie hebben iets heel bijzonders bedacht. Sterre, kan je er iets over vertellen wat jullie heel graag willen? Een rolstoelbus. Een rolstoelbus. Dat is wel heel bijzonder. Want wat kan je als je een rolstoelbus hebt? Dan kunnen we met z'n allen weer op stap. Ja. Ja. En dat zou heel fijn zijn, hè? Ja. Waarom gaat dat niet zo goed? Omdat niet iedereen in de auto mee kan dan. En als het dan wel weer kan, waar zou je dan heel graag naartoe willen? Weet ik niet. Heb je er al een beetje over nagedacht? Ja. Efteling. En beginnen de acties al een beetje te lopen? Ja, er zijn diverse acties geweest. Het grootste deel in het begin kwam vanuit Facebook, Twitter, dus de sociale media. Vanuit daar werden de acties opgestart van kennissen en vrienden. We praten over een sponsorloop die gaat komen. Iemand die verkleed als zeemermin in de gracht wil gaan zwemmen. We gaan, als het lukt tenminste, nog een soort benefietswedstrijd organiseren. Een golfwedstrijd met daar hopelijk bij een veiling. We hebben heel veel donaties gehad, ook van bedrijven, van particulieren, maar ook gewoon van wildvreemden. Dat is echt heel bijzonder. En wat moeten dan de mensen gaan doen om te zorgen dat jullie zo'n bus krijgen? Ja, we hebben een crowdfunding zijn we gestart en iedereen kan helpen door te doneren. We hebben een site opgericht, daar staat het hele verhaal van Sterre, de hele medische geschiedenis staat daarop. En we hopen eigenlijk dat mensen een klein deel zouden kunnen en willen doneren om ons te helpen met de aanschaf van een rolstoelbus. We hebben een prachtige brug gekregen, nog niet beweegbaar, maar dat gaat allemaal komen. Speciaal welkom aan mevrouw Van Haaf, onze gedeputeerde van de provincie Overijssel, die een grote rol heeft gespeeld in dit proces. Eén heel harde slag in de midden. Hierbij? Wil je meeslaan? Zullen we het extra doen? Ja? Oh, wacht! Dan zeg ik maar. Eén. Nou, ik was natuurlijk erg vereerd door de uitnodiging die ik heb gekregen vanuit de wethouder om samen met haar de brug te openen. Nou, heel leuk, door een gongslag en door even voor de tijd ook mogen benoemen wat wij ook belangrijk vinden aan het bouwen van deze brug, dat die er nu is, maar ook aan de stedelijke ontwikkeling, de binnenstad, die een impuls kan gebruiken waarin wij graag samen met de gemeente Almelo aan werken. Leuk om die opening samen te mogen doen. Ik denk dat het ook goed symboliseert dat de gemeente Almelo en de provincie een goede samenwerking hebben en ook gezamenlijk kijken naar hoe ziet de binnenstad eruit, wat is daar nog nodig om hem vitaler, bruisender en veiliger ook te maken en wat minder leegstand te hebben. Nou ja, er is nu voor gekozen om de brug vast te maken, maar wel met de aanpassing dat hij vrij gemakkelijk naar een beweegbare brug kan. En het in de symboliek ook al weergegeven. En nu is het geschikt voor kano's en voor sloepen en dat geeft al een mooie bewegelijkheid in de stad. In de toekomst kan er grotere boten door als die een beweegbare brug wordt gemaakt. En ik denk dat dat ook gewoon een mooie vooruitstreven is waar naartoe gewerkt kan worden. In ieder geval kan Sinterklaas dan dichter bij het stadhuis komen. Nou ja, dat is natuurlijk wel een hele leuke happening voor in de binnenstad, wat leven in de brouwerij brengt. En ik denk dat het ook heel belangrijk is voor Almelo om met het water wat teruggebracht wordt, maar ook het Marktplein, de V&D en al deze onderdelen die aangepakt worden om gewoon weer een heel mooi, dynamisch, goed centrum te krijgen. Dat is toch de kracht van de stad van Almelo om juist je binnenstad heel erg te laten floreren. Ja, Almelo is een hele leuke stad. Ik kom heel graag nog terug. En ik blijf natuurlijk goed in overleg met de wethouders hier. Van wat kunnen wij doen in gezamenlijkheid om Almelo te versterken en een goede positie te geven en te behouden in Overijssel. Jan Smit. Je hebt net je nieuwjaarsreden gehouden hier bij Heracles en dat sloeg in als een bom. Je gaat er vandoor. Ja, maar ik hou een nieuwjaarstoespraak van een half uur. En alleen de laatste twee minuten krijgen aandacht. Ik begrijp dat ook wel. Ja, het is voor mij emotioneel. 18 jaar met heel veel plezier gedaan. Mijn gevoel zegt, ga nog maar lekker door. Maar mijn verstand zegt, nu moet ik er een eind aan komen. En nu, we hebben alles voor elkaar bij Heracles Almelo.
prachtig stadion. We hebben een kampioen geworden. We hebben Europees voetbal gehaald. En er komt toch een keer een uit. Dus ik over 2 of 3 jaar was het al precies hetzelfde. Er komt een tijd dat de professionele directeuren, niet meer de vrijwilligers, die zijn nou in de voetballand bezig. Betekent dat dat jij emotioneel een tijd nodig hebt gehad om tot die beslissing te komen? Ik heb die beslissing ongeveer 2 maanden geleden. Ja, je groeit er naartoe. Maar op een bepaald moment denk ik, ja, ik moet er komt een keer een einde aan. En dan laat je dat op je inwerken. Dan heb je er, ik heb het alleen met mijn broer Kees over gehad. En met mijn vrouw. En op een bepaald moment zeg je, ja, ik heb het in november in een bestuursvergadering gezegd. En toen zijn we met z'n allen gaan brainstormen over de opvolging. Nou, we hebben de conclusie getrokken dat het beste was, willen we Heracles op dezelfde manier door laten gaan, dat iemand uit het bestuur mijn opvolger gaat worden. En we hebben bewust voor gekozen dat een voorzitter op afstand gaat worden. Dat net zoals bijvoorbeeld bij PSV dat Ton Gerbrands gezicht. Nico-Jan Hoogma wordt nou het gezicht van Heracles Almelo. En intern is dat Hans Bredewoot. En ik ga de komende jaren gewoon lekker genieten van de thuiswedstrijden met mooi voetbal. Want ik ben ervan overtuigd dat Nico-Jan Hoogma het heel goed gaat doen. Betekent dus ook dat je de langst zittende voorzitter in de Eredivisie bent? Ja, dat is wel zeker. Ja, en dat is natuurlijk een hele eer. Ja, wat is een eer? De eer is dat we met z'n allen in Almelo, dat heb ik niet alleen gedaan, maar voornamelijk, ik zeg bij deze zeg ik alle sponsoren dank. Zeg ik met name ook alle supporters die mij ook altijd gesteund hebben, dank. Wat mij het meest heeft getroffen van de supporters is het spandoek wat ze hierboven aan het stadion hadden hangen toen we Europa ingingen. Jan, bedankt. Jou en onze droom, Europees, is uitgekomen. Daar stond ik ook, emoties. Vanavond had ik emoties en toen had ik ook emoties. Supporters, bedankt. Maar ik ben nog niet weg, hè. Tot 1 juli ben ik voorzitter. En we gaan nog, vandaag mag even de aandacht op mijn afscheid liggen, op mijn vertrek. Maar ingaande morgen is het gewoon de competitie die we tellen. Zaterdagavond Groningen. Jan, bedankt voor die 18 jaar. Bedankt ook namens de kijkers en namens de luisteraars van Radio Almelo. Oké, graag gedaan. Ik vind je een lieve kerel. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen a light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hartelijk welkom, ook van mijn kant, op dit nieuwjaarsfestival hier in het stadhuis. Het is geweldig dat u met zoveel mensen, ondanks het, ja, het slechte weer, het gladde weer, ik zal niet zeggen het gevaarlijke weer, maar dat u hier toch uiteindelijk ondanks sneeuw en ijzel naartoe bent gekomen om elkaar samen alle goeds te wensen voor 2017. Onze stad is een afspiegeling van de wereld. De samenstelling van onze bevolking is uiterst divers. Niet alleen qua afkomst van mensen, want inderdaad, je kunt geen land of geen nationaliteit bedenken of je kunt hem in Almelo vinden. Maar het heeft ook mee te maken met de manier waarop mensen in het leven staan in onze stad. En toch, wij zijn allemaal, hoe lang of hoe kort en waar we ook vandaan komen, wij zijn allemaal Almeloers. Wij maken allemaal samen deel uit van de Almeloze samenleving. En we voelen ons allemaal, misschien op verschillende manieren, verbonden met de stad en met de dorpen die samen de gemeente Almelo vormen. Ik ben bezig met voor ouderen om daar ook heen te gaan. Ga je dat binnenkort doen? Ja. Je bent bijna bezig om genomineerd te worden voor de volgende Junior Stadsprijs, zou je bijna denken. Ik ben ontzettend trots op je. Ik ben eigenlijk, als ik het goed zeg, ik ben trots om burgemeester te zijn van de gemeente waar jij woont. Ja. Ik vind het echt geweldig wat je allemaal doet. En naast haar, Bente, heb jij reacties gekregen op je prijs? Ja, heel veel. Vertel eens. Ja, van alle mensen op school en van meisjes en zo. Ja. En wat vonden ze van je gedaan? Ja, heel leuk. Dus ik wens u allen, ik wens jullie allen, veel heil en zegen voor 2017. Dank jullie. Ja.
Vanavond hebben we een benefietwedstrijd met Heracles en iedereen die in het andere team mee wilde spelen. Oud voetballers en om geld in te zamelen voor Romeike. Een van de vele acties die jullie organiseren. Het is wat rustig vanavond. Ja, het is wat rustig. Ja, het is een woensdagavond en winterstop. Misschien toch wat koud. Maar de opkomst is alsnog overweldigend. En zeker voor Romeike heel emotioneel. Jullie zijn bezig om 75.000 euro binnen te halen en na een paar weken al op de helft. Ja, fantastisch hè? Ja, daar zijn we ontzettend blij mee. We zijn overweldigd door de reacties en de giften die mensen hebben gedaan. We zijn er nog niet. Er komen nog een paar hele mooie acties aan. Die we ook wel zullen gaan communiceren via Facebook en de pers. Maar we zijn ontzettend blij dat we al zoveel geld hebben mogen inzamelen. Hoe ver zijn jullie nu? Met het geld inzamelen. Ja, we zijn geloof ik nu op de 37 nog wat. Laatste stand heb ik niet helemaal helder voor ogen, maar we zijn over de helft. Nog even in twee zinnen, wat is het nou precies voor? Nou, de Stichting Romeike, wij helpen Romeike om een behandeling te kunnen ondergaan in Rusland. Die behandeling zal haar MS kunnen stoppen, waardoor zij volledig weer voor haar dochter kan en blijven zorgen voor in de toekomst. En dus zodat ze ook samen een toekomst hebben. 75.000 euro is daarvoor nodig. Jullie zijn op de helft. Hoe lang denken jullie nog nodig te hebben voordat het helemaal vol is? Dat is wel een gewetensvraag. Ik hoop dat het toch wel binnen een aantal maanden dat we het bij elkaar hebben. Maar goed, het is gewoon heel erg veel geld. Dus we hebben nog zeker heel veel hulp nodig. Vrijwilligers, maar ook giften. Dus alles is nog heel, heel erg welkom. Hoe erg dringt de tijd? Ja, de tijd dringt. De behandeling moet zo snel mogelijk gebeuren. Dus ook het bedrag willen we graag zo snel mogelijk binnen. De behandeling is akkoord, dus ze kan daar naartoe. En het liefst liever vandaag dan morgen. Maar goed, we zullen nog even af moeten wachten. Wat kunnen we allemaal nog verwachten voor acties? Nou, we hebben nog veel acties die eigenlijk in het verlengde liggen van wat we nu al doen. We zijn bezig met een actie. Dat heeft te maken met eten en drinken en gezelligheid. Maar dat willen we nog een beetje onder de hoed houden. Maar daar gaan we zeker binnenkort zeer uitgebreid iedereen over informeren. Dan even naar de wedstrijd. Team Romeike staat voor. Ja, maar natuurlijk. Vanzelfsprekend. Nee, dat komt goed. We gaan wel winnen, denk ik, vanavond. Net hetzelfde als dat Romeike gaat winnen om die behandelingen te kunnen krijgen. Ja, u staat hier op een prachtige locatie in Almelo bij de scouting aan de Oudeweerderse weg. En de folkloristische dansgroep De Corona die houdt vandaag de jaarlijkse knippertjestocht. Ik denk dat dit de 15e knippertjestocht is die we georganiseerd hebben. Ja. Hoe is de belangstelling? Nou, we zitten halverwege de dag ongeveer en ik denk dat de belangstelling best wel goed wordt. Ik heb net een centje gekregen van Start en Finish dat er ongeveer 500-600 mensen nou al ingeschreven hadden. En dat knippertjes bakken, hoe lang doen ze dat al? Vanaf het begin hebben we dat er al bij gedaan. Hè. Daar heeft de tocht ook zijn naam aan gekregen. Nou, dit jaar gaat de tocht door de westelijke Groenlong van Almelo. Harry zei net al, we hebben 15 tochten georganiseerd. En we proberen toch elk jaar een beetje een ander gebied van Almelo, een ander buitengebied van Almelo, te betrekken in deze tocht. Dus in 2010 waren we ook in dit gebied. Toen was er overigens heel veel sneeuw. Dat was onze enige sneeuwtocht. De routes zijn ook over het algemeen niet al te lang. De korte van rond de 6 kilometer en de lange route van 10, 11 kilometer. Maar heel belangrijk bij de knippertjestocht zijn de beide locaties waar we altijd live muziek hebben. En ook onze producten aan de tafel klaarmaken. Maar vooral die gezelligheid en die live muziek, dat trekt volgens ons heel veel mensen. En dat motto, dat houden we graag in.
Op... Wat is die prijs dit jaar? Ja, wat zou het anders zijn dan een knippertjesijzer, hè? Dat hoort erbij. Ja, de stichting is opgericht in 1998. De stichting beoogt mensen te helpen die aan de onderkant van de maatschappij zitten. Dat wil zeggen, geen middelen in feite van bestaan hebben. En die moeten vechten of alle pogingen aanwenden om toch aan eten te komen. Om hun kinderen te kunnen laten studeren. In medische zorg, wat vaak een knelpunt is waar men geen gebruik van kan maken. Doordat de kosten hoog zijn. En zeer begaafde kinderen om die de mogelijkheid te bieden om een studie te volgen. En die cheque is niet alleen namens Plus van Limmick, maar namens de 4PLUS supermarkten in Almelo, Plus Cornelis in het stadion, Plus Wemerkamp op de Haaghoek en Plus Schuldink aan het Eskeplein. En die cheque is bijeengebracht door met name de klanten van onze winkel. Die hebben door middel van een emballagebijdrage, zeg maar, een donatie gedaan. En wij hebben dat met z'n vieren fors afgerond naar boven toe. En daar is deze bedrag tot stand gekomen. Nou, beste Jerry, bij deze overhandig je de cheque bijeengebracht door de Almeloze Plus klanten. En ik hoop dat je daar, nou, ik weet wel zeker dat je daar een goede bestemming voor vindt. Dus geweldig bedankt. Veel geluk ermee. Ja. En we zullen dat besteden voor aanschaf van voedsel voor de mensen, zowel in het huis in Hongarije als de mensen in Roemenië in het sponsorprogramma. Nou, geweldig bedankt. Graag gedaan. Maar wat vond jij van de wedstrijd? Ik vond dat we te veel servicefouten maakten en te weinig servicedruk hadden. Pasend was het redelijk. En ik was blij dat Judith Kamphuis aan onze kant speelde, want dat was het grote verschil vandaag. Nou, ze kan gewoon heel geweldig goed volleyballen. En ja, als je kijkt wat ze vandaag aanvallend gedaan heeft, wat ze pasend gedaan heeft, dat is gewoon geweldig goed. Judith Kamphuis, je bent een ontzettend aardige meid buiten het veld, maar dan ben je een enorme gifkikker binnen de lijnen. Ja, dat zeggen ze wel, ja. Ja, ik herken het wel en ik heb het eigenlijk altijd wel zo gehad. Eigenlijk vind ik juist dat mijn temperament wel minder is geworden. Maar ja, ik geniet gewoon van het spelletje. Terechte overwinning? Ja, dat weet ik niet. Ik vond het qua niveau, zeg ik net ook tegen spelers. Ik heb genoten van de lange rallies, maar over alles, ik vond het niet geweldig. Ja, wat vond je van de wedstrijd? Ik vond het van beide kanten een erg slordige wedstrijd, voornamelijk in de verdediging. De rallyballen hadden we niet echt onder controle. Ik vond ons aanvallend slimmer dan dat zij waren, voornamelijk de eerste twee sets. En zij kwamen de derde set en de vierde set wat meer serverend, wat meer naar boven. Al met al heb je wel genoten van de wedstrijd? Kleine stukjes, niet over de hele wedstrijd, nee zeker niet. Nee, ik zag jou in het eind van die derde set zag ik jou regelmatig naar je hoofd grijpen. Ja, klopt. Dat is gewoon een slechte gewoonte die ik heb, dat ik me zo laat gaan. Dat is jammer dat ik niet wat jonger ben, dat ik daar nog aan kan werken. Nou zit je in de halve finale van de Nederlandse beker. Vorig jaar won je de finale. Hoe is de weg naar het succes verder? Weet je al wie de volgende tegenstander eventueel zou kunnen zijn? Ja, ik weet eigenlijk alleen dat Sliedrecht kan zijn. Dus ja, dat is een lastige tegenstander, maar als we van setup kunnen winnen, kunnen we van iedereen winnen. Het is wel de koploper in de Eredivisie. Ja, ja, dat klopt. Ja. Maar wij staan heel dichtbij bij Sliedrecht en bij setup. Dus ik denk dat we helemaal niet kansloos zijn, helemaal niet als we zo spelen zoals vandaag. Nog twee stapjes en je bent weer waar je vorig jaar ook was. Ja, maar het is nog wel een behoorlijke verkeersdrempel hoor, Sliedrecht twee keer. Dat is echt een bultje in de weg. Dat is niet 1, 2, 3 opgelost, maar het is mooi dat we die uitdaging krijgen. Want dat betekent wel dat we weer twee wedstrijden kunnen oefenen, kunnen trainen, beter kunnen worden richting play-offs. Yes. Dankjewel. Waarom ik het vooral neerleg is van mag een Action XL? Nee, die mag niet. IKEA is een trekker. Mag een Toys XL? Nee, die mag niet. Mag een Prevital? Nee, die mag niet. Mag een Intersport? Nee, die mag niet. Meneer Vinkers, shop in de shop, moet dat op een woonboulevard?
Nou kijk, de gemeente Enschede die heeft bijna op de knieën gelegen om loods 5 naar Enschede te halen. Dat is een mega shop-in-shop formule. Je kon bijna de grond bijna voor niks krijgen als ze maar naar Enschede kwamen. Nu heb ik een heel klein shop-in-shopje en er worden opeens vragen over gesteld. Ja, gemiste kans voor Almelo, denk ik. Nou, het is grotendeels is het wonen gerelateerd. Er is een klein percentage waar niet wonen gerelateerd is en dat valt precies binnen die afwijking die mag. Dus er is niks illegaals aan. Helemaal niks. Ik heb net gezegd in de raad van ooit is er een planologische fout gemaakt. Dat er in Nederland zijn er geloof ik 136 woonboulevards. Waarvan de helft een noodlijdend bestaan leiden om diverse oorzaken. Ik heb ook aangegeven wat de gemeente zelf doet. Ten koste van miljoenen gaan we slopen in de binnenstad. Dus ik heb het advies gegeven om een gedeelte niet heel geforceerd te gaan herontwikkelen. En allerlei branches die ook in de binnenstad kunnen daar te gaan vestigen. Nee, gewoon sloop, weg ermee. En dan los je heel veel problemen op. En dan kun je met die grond die overblijft, dan kun je hele andere leuke dingen doen. Teruggeven aan de natuur? Dat was een opmerking die ik op het symposium van een deskundige heb gehoord. Die zei het zou goed zijn als de helft van de woonboulevards in Nederland teruggegeven werd aan de natuur. Van start. Dank u wel. Dus het is niet van vandaag en morgen. En zowel door de gemeente als door de vastgoed als de winkeliers hebben hier aan meebetaald. En nu is nog even te kijken van hoe daar invulling aan te geven. De raad in ieder geval is volgens mij qua scenario 3 erg positief. We houden nog een kleine discussiepunt met de binnenstad. Maar goed, een uitdaging. En kun je daarin dingen tegenhouden op wat voor manier dan ook, ja, dan kan het natuurlijk uiteindelijk aan plannen door te zetten heel vervelend uitpakken. Maar u bent ook een voorstander van meer variatie. Ja, dat klopt. Hè. Denkt u eens aan een Action XL, hè, een formule die in Enschede hartstikke goed aanslaat. Maar ook een grote sportzaak bijvoorbeeld, hè. Dat zou een meerwaarde hebben. Vooral als men kijkt naar het koopstroomgebied op dit moment in Almelo. Hè. Richting het achterland, richting Hardenberg, Westra, Rijssen. Ja, is erg sterk en doen we te weinig mee. Dus er is absoluut markt voor. Sonja Becker verhuisde haar winkel De Rode Molen begin dit jaar van de Molenstraat naar het Schokland. Hoe bevalt het haar? Nou, fantastisch. Ja? Ja, het is net alsof ik hier woon. Zo geweldig vind ik het. Ja. Ik ben 13 jaar geleden begonnen aan de Molenstraat en toen moesten we natuurlijk een naam verzinnen. En nou, Molenstraat, heel vroeger heeft daar een rode molen gestaan. En toen dachten we van, god, eigenlijk best wel leuk. Want stel dat die winkel nou niet loopt, dan kunnen we altijd nog een nachtclub beginnen. Ja, Le Moulin Rouge natuurlijk. Ja, precies, de Moulin Rouge. Ja. Dus maar dat was eigenlijk een beetje gekkigheid hoor. Maar, en na 8 jaar had ik eigenlijk wel zin om een keer wat anders te gaan doen. En toen kwam ik Annette natuurlijk tegen, want Annette was mijn buurvrouw. Die had een galerie daar en die stopte met de galerie. En nou, toen zijn we samen gegaan. 5 jaar hebben we het gewoon heel leuk gehad met elkaar. En, maar ja, toch op een gegeven moment had ik toch behoefte om toch wel iets meer, wat kleiner weer en wat intiemer. En toch wat meer mijn eigen pad te volgen. Ik heb al jaren, eigenlijk vanaf het begin, dat Hanna mij helpt. En dit is gewoon mijn steun en toeverlaat. Je woont niet alleen, hè? Je woont samen hier. Ik woon samen, ja, met al mijn poppen en al mijn spullen. Ja, maar ook een heleboel schilderijen. En een heleboel schilderijen. En wat voor schilderijen. Prachtige kunst van de kunstenaar Luc. En daar ben ik heel erg blij mee. Dat is echt een hele mooie aanvulling op mijn winkel. Je bent een heel veel jaren geleden begonnen hiermee. Maar hoe kwam je daar eigenlijk bij? Om met de winkel te beginnen? Ja, passie voor kleding, hè. Als klein kind al kleedde ik mij al dagelijks 2 of 3 keer om, bewijzen van. En ik heb dat altijd gewoon heel erg leuk gevonden. Ik heb nooit met poppen gespeeld trouwens. Dat had ik dan weer niet. Maar ik ben echt dol op kleding. En ik vind het heel erg leuk om de poppen nu aan te kleden. En leuk te combineren. Leuk etalage te maken. En dat is trouwens ook nog iets wat ik heel belangrijk vind. Het is vintage kleding. Hè? Kleding uit de jaren 60.
jaren 70, dat vind ik heel erg interessant.